In Eben Kieken gaat ons panel elke dag op zoek naar cultuur of erfgoed in onze provincie. Vandaag gaat Sigrid Eben Kieken bij... Het Hemmeny Carillon in Middelstum. Sigrid van der Veen. Jan Luit. Hallo. En, wat kan ik voor u doen? Nou, ik kwam hier volgens mij het Hemmeny Carillon, zo sprak ik het uit, maar ik weet niet of dat klopt. Het is het Hemmeny Carillon. Het Hemmeny Carillon. Nou, prima. Ga mee. De eeuwen kijken op u neer hier. Ja, ja. Schitterend. Vanaf 1445. Ja, oké. Wow. Dit is eigenlijk de plek waar de Bijendier zijn concerten geeft. Oké. Okay. Geen publiek, dat zit beneden. Dit is het nu. Ja. En nou, je hoort dus nu de klokken die heel bijzonder zijn. Het zijn door Hemmeny gegoten klokken, zoals eerder gezegd. En die waren in staat om die klokken heel zuiver te stemmen. Dat was in 1661 eigenlijk iets heel bijzonders. Daardoor zijn ze de Stradivari. Daarom zijn ze de Stradivari van de klokken, omdat zij niet alleen zeg maar, de basistoon goed konden stemmen, maar ze hadden ook invloed op de boventonen. Ja. Middelstum is het enige kleine dorpje wat een Hemmeny Carillon heeft. Johan Leeuwen was toen collator van deze kerk, had ik voor het zeggen. Was van de landadel hier zo. Hij zei, wat willen jullie? Een mooie rechte weg naar Groningen, de stad, of een mooi carillon? En toen kozen ze voor een carillon. Oh. Of het waar is, weet ik niet, maar er staat ergens geschreven. Wou je even spelen? Nou, het lijkt me wel hartstikke leuk, ja. Mag. Dit zijn de witte toetsen en dat zijn de zwarte toetsen. Dat zijn de zwarte toetsen. Ik heb het carillon bespeeld. Nou, dat had ik nooit durven dromen dat ik dat ooit nog eens ging doen. En dan ook nog, blijkbaar, een heel bijzonder carillon. Een Stradivarius onder de carillons. Deed ik het een beetje goed? Ja, voor een amateur redelijk, ja. Morgen weer Eben Kieken.